jaar geleden hebben wij een keer een heel groot open air concert gegeven hier in Nederland. En de ochtend van het concert was een van de sopranen in het koor ziek, dus we moesten heel gauw een vervanging vinden. 10 years ago we gave an open air concert here in Holland, and the morning of the concert one of the sopranos in the choir was ill, so we had to find a replacement. We found one here in Maastricht in the conservatory. Ze kwam en zonder enige repetitie zong ze meteen fantastisch. She came and without any rehearsal, immediately she sang fantastically. En zoals alle jonge sopranen op het conservatorium droomde ze van een carrière als een soliste over de hele wereld. En as all young sopranos in the conservatory, she was dreaming of a career as a soloist around the whole world. Ladies and gentlemen, her dream came true. The last 3 years, she is singing with us as a soloist around the whole world. De laatste 3 jaar zingt ze als een soliste met ons over de hele wereld. En ze betovert iedere avond het publiek met haar fantastische stem. Every night she enchants the audience with her magnificent voice. She is going to sing now an aria composed by Giuseppe Verdi from his opera, The Rigoletto. And in this fantastic aria,